Hallo dames en heren, jongens en meisjes, en wat nog meer meekijkt. Mijn naam is Niek en wij spelen wederom The Legend of Zelda, A Link to the Past. In de vorige aflevering hebben wij het Duistere Paleis overwonnen, de eerste maiden bevrijd en daarmee ook de eerste kristal gehaald. En zij heeft ons verteld waar wij de rest kunnen vinden. Zoals je hier kunt zien. Deze aflevering zullen wij naar de tweede maiden, dus nummertje 2, gaan. En misschien al enigszins op weg naar de derde gaan. Want er is niet zoveel te doen tussen de eerste en de tweede paleizen. Of in het woestijn, of het moeraspaleis. Maar er zijn nog wel een paar dingen dat ik wil laten zien. Bijvoorbeeld, Hinoxen zijn een van de meest gevaarlijke vijanden. En die hebben ook ontzettend veel zwaardslagen nog steeds nodig om die te verslaan. Terwijl we het Master Zwaard alweer hebben. Onthoud dat. Want dat is voor later. Als ik eraan denk, tenminste. De eerste keer is een rit. Of eigenlijk is een grot hier in de duistere wereld, waar je wat eigenlijk een beetje niet op je weg zit richting de woestijn of een moeraspaleis. Oeh, daar had ik geluk. Hey, Ferry. Maar ja, er zit ook niet echt iets wat je per se moet hebben. Auw. Oké. Trouwens, nee. Die moet ik hebben. Later. Ja, eerst is hier een grot met weer een inwoner van een duistere wereld. En hij vraagt ons om 20 roepies om een verhaal te vertellen. Ja, toen is hij 20 roepies betalen. Ha, thank you. They say there is a tiny circle of rocks in the lake at the source of the river. I don't know what will happen, but it might be fun to throw something into it. See you. Ja, dit is nogmaals een hint naar de Creek medaillon die we al hebben gehaald in de vorige aflevering. Maar in ieder geval, hij zorgt er ook voor dat wij weer volledig aan hartjes bijgevuld zijn. In de Light World zit hier ook een grot, maar daar zitten dus fairies die je kunt vangen. Die ik ook dankbaar gebruikt heb om mijn potjes weer aan te vullen. Maar nu is het dan tijd om richting het pardon. Word ik verslagen door... nu heb ik deze ferryfouten wel nodig. Nu ja, en gelukkig zit hier ook nog een ferryfout in. Om mijn hartjes bij te vullen. Ja, er zit genoeg plaatsen om je hartjes weer volledig op te vullen. En daarnaast heb ik nog 3 potjes met ferries over. Maar het zorgt ook wel wat wij laten ook nog wel zien hoe sterk de vijanden hier wel niet zijn. Gelukkig een Hinox doet... Sinds wanneer komt hij achter mij aan? Niet al te ver. Maar goed. Er zijn niet zoveel dingen om te doen richting het woestijnpaleis, maar er wel een paar. Eerste is wat ik hier wil laten zien is een... Auw. Een grot vol met schat. Eerste keer 300 roepies. Ja, roepies kom je echt niet tekort hier in dit spel. Ha. En meer schatten met nog meer roepies. Nog meer roepies. Nog meer roepies. En nog meer roepies. We hadden bijna niks en nu zijn we alweer, hebben we onze portemonnee alweer bijna voor de helft gevuld. Ander iets. Hier beneden zat, dacht ik, ook nog iets wat ik eventjes vergeten ben, wat dat ook alweer was. Hier hadden we die grot met...
Oh nee. Nee. Ik... Oh nee, dat was in de Light World. Nu alweer bijna zoveel achters kwijt. Ja, ah wel. Dit is dan het Moeraspaleis, maar daar gaan wij op dit moment nog niet heen. Want wij hebben nog een extra dingetje om op te halen. Een collectible die wel nodig is als je alles voor een 100% wil hebben. Alleen, deze collectible is niet echt noodzakelijk voor iets in het spel. Dit is meer een extra ding. Wat eigenlijk voor de rest ook niet al te veel oplevert. Hier zie je een formatie aan paaltjes. Wat enigszins vreemd is. Maar als we al, zoals we bij de toren van Hera hebben gezien. De formatie van dit soort formaties kan iets laten, een ander iets hebben in de Light World. Dus als wij dus terug naar de Light World, zien wij dat we nu bovenop de rot staan waar we eerst niet bovenop konden komen. En hier zien we weer zo'n, eigenlijk monument staan. Wat we eerder ook al op de Death Mountain naast de Toren van Hera hebben gezien. Als we lezen wat we hier krijgen. Hold up the Master Sword and you will get the Magic of Bombos. En zowel, gelukkig is die hier daar. Want dat laat ook direct zien wat Bombos doet. Het zet vrijwel alle vijanden in vuur en vlam. En explodeert het. En hiermee hebben wij alle drie de medaillons gekregen. En als ik even... Yep, die had ik nog nodig. En dan gaan wij weer... waar zit de Fairy Fountain? Nee, dit kan niet. Ik hou het hiermee. Ik heb nog een aantal veeën in mijn potjes zitten. Die heb ik niet voor niets gehaald. En ik wil niet iedere keer naar Fairy Fountain rennen zodra ik één keer geraakt word hier. Dan is het nu tijd om naar het Woestijnpaleis te gaan. Dit is het Woestijnpaleis. En dit is een apart paleis in dit spel. Zoals je ziet, dit is helemaal leeg. En hier zit alleen één hint. Box. Link, it is I, Sahasrara. Objects exist simultaneously in both worlds, with similar shapes. And if the form of a thing changes, it will affect the shape of its twin in the other world. Dit is een hint naar dat je in de Light World iets moet doen. En dat is wat uniek, of ja, beter gezegd, iets wat Link to the Past voor het eerst deed. Link to the Past was ook de eerste die met twee werelden werkte. Net zoals bij Ocarina of Time. En daarbij had je ook... Waarom doe ik zo? Had je ook een dungeon of een kerker. Waarbij je in aan beide werelden iets moet doen. Link Between Worlds heeft hij ook. En er zijn nog meerdere spellen waarbij... meerdere werelden zijn. Waarbij dungeons eigenlijk leven in beide werelden. Hier moeten we in dit kleine dingetje gaan. En als we de dam openzetten, zien we dat hier water nu doorstroomt. En dat het water hier buiten, zoals we al eerder gezien hadden, weg is. Het is nu volledig leeg daar. Gaan wij terug naar de duistere wereld, zien we dat het meer hier ook, ja, eigenlijk ontpolderd is. Geen water meer. En hier binnen is juist het water gekomen. Waardoor we nu hier bovenop kunnen komen. En ook de dungeon in kunnen gaan. En het is zo goed zijn. Auw. Dat wilde ik dus eigenlijk vermijden. Dat hebben we wel nodig. Ja. Ja. En dit vind ik ook echt zo gaaf aan deze dungeon hier. Want het is gewoon iets wat in twee werelden... Het is vrij uniek. In dit spel ook. Maar ja, er is nog wel één andere dungeon. En hierbij hebben we dan direct de dungeon map. En als we dan kijken...
zien we dat de dungeon niet al te complex is. Maar het heeft wel, het is ook vrij recht toe recht aan. En dit is het moeras paleis. En dat zie je ook weer terug aan de thematiek hier. Auw. Ik ben dadelijk niet door, af voordat ik bij de eindbaas aankom. Je hoeft ze niet allemaal te verslaan hier, gelukkig. Maar ja, dat zie je ook weer terug dus dan in de thematiek van deze wereld. En hier zie je wederom hetzelfde effect. Hier kunnen we niet op zonder, water te vullen. Dus dan moeten we hier... Auw. Bom daar leggen. Jammer. Niet meegenomen. Ja, dit is een extra iets. Niet echt nuttig. Maar hey, ik vond het even leuk om... Wil je even uit mijn buurt blijven? Ik heb geen zin om nu al mijn vee op te moeten gaan gebruiken. Ja, misschien is het leuk iets om dan te laten zien. Ah, die andere kamer is wel anders ook wel leuk. Oh, de kweekmedaillon. Dit is ook wel erg gaaf. Dit is het effect van de kweekmedaillon. Verandert vijanden in een compleet ander iets. Dat is zo geinig. En... Kan ik hier? Ja, misschien is het wel geinig om hier ook de andere medaillons nog eventjes te laten zien. Dit, de ether, bevriest vrijwel alles. En verslaat ze dus met vuurmagie. Oh, ik moet hierin. Dat is dus het effect van de ether. Dat is zo gaaf hier. Al zul je eigenlijk... je zult wel denken van... Hé, waarom... kan ik daar boven niet komen? Ja, dat geeft al enigszins aan wat de item van deze dungeon is. En vreemd genoeg, we zijn nu al hier. Nu al zien we daar de grote kist. En ja, we kunnen er nog steeds niet... maar we hebben nog niet de sleutel om die te openen. En dat zie je wel vaker. Is, dat gewoon, je komt ergens uit. Dat je de grote kist ziet en dan... Ah, damn, daar zit het... dit moet ik doen en dan krijg ik een kompas. Niet dat dit nodig is, dus je kunt eigenlijk deze hele ronde enigszins overslaan. Maar... Ik hou graag alle... Au. Oh ja, daar zit een sleutel, moeten we hebben. En die sleutel hebben we nog niet. Ja, dit is vrij recht toe recht aan. Het is niet... Au! Alsjeblieft, alsjeblieft. Mag ik overleven? Nee, niet dus. Dat wordt dadelijk een vee gebruiken. Ik probeer het zo lang mogelijk uit te stellen, maar... hier zit dan nog een sleutel onder. We zouden terug kunnen gaan. Maar ik denk... Dit keer hebben we dat volgens mij niet. Oh, jawel. We hebben het wel nodig. Ik dacht dat het niet nodig was. Oh, dat zal wel ergens anders zijn dan. Maar... Ja, dat geeft ook wel weer aan wat het probleem is met vele watertempels hier. Je hebt een heleboel backtracking. Je zult dus heel vaak iets moeten halen, terug uit moeten lopen om weer iets te doen. En... Auw! Waarom moet je nou net? Op dat moment als ik... Tuurlijk... Dat heb ik weer.
Oké. Even die omzetten. En dan kunnen we, net zoals de vorige keer, hier ook weer doen. Maar ja, dat is wel weer het nadeel van. En nu kunnen we ook hier onderdoor. Ja, die hebben niks meer. En nou kunnen we weer verder. Dus ja, en dat vind ik wel een beetje een nadeel van de alle waterachtige tempels. Watergethematiseerde. En dat begon hier ook mee. Het is heel veel backtracking. Terwijl het er eigenlijk eruit ziet alsof het vrij recht toe recht aan is. Auw! Nou, dat was mijn schuld. Hier hebben we... Ja, dit keer is het wel. Eerst zou je dus denken van... Hé, hier moet ik weer bijvullen. Omdat we dat eerder ook al gezien... Dank u wel. Gezien hebben. Maar ja, we kunnen nergens hierheen om... Pardori. Moet ik weer backtracken, omdat ik iets vergeten ben. Wederom, de backtracking in watertempels zijn naar. Want ik moet... Auw! Even weggaan. En dan moeten we wel weer hier onder me heen lopen. Want ja. Yeah. We kunnen niet meer door die ene deur. Want dan zijn we weer geblokkeerd door een aantal van die pijlers. En. Gezien. Een van de dingen die ik ook altijd heel graag doe. Toen ik kleiner was. Was eigenlijk voordat ik alle eindbazen ging verslaan. Ging ik alle items van iedere dungeon ophalen. Dat is mogelijk namelijk. Je kunt alle items uit iedere dungeon kun je ophalen. En dan daarmee de eindbasis te gaan verslaan. Dus je hebt eigenlijk alle wapens. Je hebt alle... Ja, je bent zo sterk mogelijk als dat je maar kan zijn. De sterkste zwaard. Sterkste... Auw. Sterkste zwaard wat je maar kunt hebben. Ja. Ouch. Eerst deze kant op. We hebben hier nog een schatkist. Oh wacht, het was niet nodig. Want daar kan ik helemaal nu niet heen. Omdat ik nog de hookshot niet heb. Dat is als ik de andere kant op ging. Dan moet ik dit weer. De backtracking. In Paleis van Duisternis had ik ook al wat backtracking. Maar dat was omdat ik zelf wel fout deed. Maar dit is gewoon ook al een van de meest optimale manieren om te gaan. Oh, we hadden het wel nodig. Het was wel nodig. En dan zien we hier iets wat op een speciaal vloerkleed geplaatst is. Dan kun je wel raden wat we hierin vinden. En hiermee kunnen we dan ook direct, ja, kunnen we dan het voorwerp van deze dungeon halen. En ik heb het net al enigszins verklapt wat dat is. Dus, ja. Yeah. Alleen hier hebben we wel weer een hele hoop backtracking weer. En dat vind ik zo naar aan die... Aan een heleboel... En dat is eigenlijk stigmatie... Mag ik hier nog uit? Dank u wel. Dat is wel enigszins stigmatiserend voor alle... watertempels. Een heleboel backtracking. Dus dat is... Ja... Yeah. Niet iets wat ik... ontzettend plezierig vindt. Maar ja, dat moet ik niet hebben. Ik moet die hebben. Want. Verkeerde kant. Andere kant was volgens mij.
Ja, de andere kant zat volgens mij de sleutel. Niet doen. Ja, die moet ik hebben. En dan kan ik hier naar boven gaan. En dit weer doen. En gelukkig houdt nu dan ook enigszins... Of toch niet? Nee. We hebben nog een heleboel backtracking. Ga eventjes weg. Ja, dit is weer net zoals bij de... Ja, eerste dun paleis hebben we weer een... knop die je ingedrukt moet houden. En dan moeten we deze keer hier langs, als ik het goed heb. Niet dus. Maar we moeten wel aan deze kant ergens zijn. Oh, nou. Ja, mag ik dit weer doen? Hij is ook weer terug. Oh ja. Maakt niet uit of nu... met de hookshot kun je die dingen ook verslaan. Dan maakt het niet zoveel uit of die... of die dan... hoe moet ik het zeggen? Ouch. Ouch. En ik ben weer... Ik ben een beetje overijverig op dit moment. Dat moeten we hebben. Daar moest ik heen. Ik moet namelijk het water hier eruit laten in plaats van erin laten. Een piep heeft in ieder geval opgehouden. Ik hoop dat ik in ieder geval nog genoeg... wat zat hierboven alweer? Volgens mij niet. Jawel. Daar moeten we straks heen. Dit moeten we hebben. En dan kunnen we hier weer een aantal schatjes vinden. Daarmee gaan we weer naar boven. Dus daar moeten we niet heen. We moeten namelijk juist hierdoor naar deze plek. En hier zat ook ergens een... Auw. Een schatkist als ik het goed... Oh. Ja, dat moest je doen. En dan zit er nog een geheim hier ergens. Want je kunt door een waterval. Au, 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 au. Of is dit de juiste route die we moeten hebben? Nou ben ik eventjes aan het twijfelen. Want een van die leidt tot een doodlopend einde. Oh ja, deze dus. Huh? Wat de heck was dat? Dat heb ik nog nooit gezien zo. Ah, niet weer. Nou heb ik nog maar één ferry over voor de eindbaas. Oh, een vee. Dit was geen goed idee om hierheen te gaan. Helemaal niet. Wat was dat voor een glitch? Dat was ongeinig. Ik hoop dat we toch nog iets kunnen vinden. Want mijn situatie is nu enigszins... Ik ben niet echt bepaald goed aan het spelen op dit moment. kom hier. Alsjeblieft. Ah nee, vertel me niet dat ik... Die kun je niet verslaan zonder... Jullie hebben nog iets interessants? Nee, niet dus. Kun je dus niks aan doen zonder... daar zit wat. Een sleutel die je moet hebben. Kom alsjeblieft hier. Ik heb geen zin om geraakt te worden, oké?
Wacht, ik heb toch oneindig magie, dus waarom niet? Magie heb ik hier niet nodig. Dat zag er vreemd uit. Oké, dan kun je hier nog even heen gaan om... Ja, een extra... potjes voor opvulling, want zoals je daar links van jezelf links ziet, daar is de bosdoor. Daar kun je dus, in ieder geval een volledig leven weer, begin ik daarmee. Ga weg. En als er een bosdoor is, dan weet je altijd, daar is de eindbaas. Dus, en bij deze eindbaas, dit is Argus. Oh, fantastisch, Nick. Hier moet je de en die. Eigenlijk die wolkjes weghalen. Auw! Dat is niet eerlijk! Kom op. Als je dan eenmaal alle wolkjes van hem hebt verwijderd, dan gaat hij zijn tweede... fasen in. En dat is eigenlijk wel geinig. Ja. Ik weet niet waarom dat deze Argus genoemd wordt, want eigenlijk een andere vijand is het toepasselijker om dat te doen. Oh, nou wordt hij kwaad. Je hebt namelijk zijn bescherming kwijt. Oh. Maar spin attacks doen het altijd goed bij hem. En ja, het is wel geinig. Moerasmonster Argus, met meerdere R'en. Argus, net alsof je een piraat bent. Maar goed, hiermee hebben we dan het tweede paleis. Of eigenlijk het Moeraspaleis ook gehaald. En zo te zien was de eindbaas van dit paleis wat makkelijker dan het paleis zelf. Hier ben ik niet afgegaan. Link, because of you, I can escape from the clutches of the evil monsters. Thank you. The Triforce will grant the wishes of whoever touches it, as long as that person lives. That is why it was hidden in the Golden Land. Only a select few knew of its location. But at some point, that knowledge was lost. The person who rediscovered the Golden Land was Ganondorf, the evil thief. Luckily, he couldn't figure out how to return to the Light World. Well, remember that you have magical powers which only the hero can make the most of. There are some other magical warping points, like the one you saw on Death Mountain. By using them, you can go between the two worlds and find the evils hidden in the Dark World. You are the only one who can destroy Ganondorf, the thief. No, Ganon, the evil king of darkness. Do you understand? Tuurlijk. Met andere woorden, en zij vertelde ons over Ganondorf. Dat zij, hij... dat, ja, vroeger was de kennis naar de... ja, het Secret Land was eigenlijk wel bekend. Maar uiteindelijk was het verloren en Ganondorf was degene die deze kennis weer terugvond. Alleen, hij wist niet hoe hij terug moest komen naar de Light World. Nou! Schijnbaar heeft hij dus geen magische spiegel. Maar goed, nu hebben we het paleis gehaald. En
we hebben kunnen gaan dus nu enigszins richting... Dank u wel. Richting de... Ja? Het volgende paleis. En dat is in de Skull Woods. Alleen, we hebben nog een aantal dingen om eerst op te pakken. Wederom, zoals we aan het begin eerder ook al een keer zagen... Er zijn verschillen tussen de Light World en de Dark World. En wederom is dit één zo'n plek. Als we hier wederom terug naar de Light World gaan... Komen wij hier terecht. Oh, advies, stap nooit op die dingen, want... Dat zijn mijnen. En die kosten je dus leven. Hier vinden we ons dan het volgende piece of art. Ja, maar zoals je al kunt zien. In de Dark World is dit gebied vrij toegankelijk. Light World? Jammer genoeg niet. Onze volgende stop... Zit hierboven. Of beter gezegd, in een van onze eerdere afleveringen, toen we in Kakariko Village waren, hadden we het over een man, wiens zoon richting... Eigenlijk? After wandering into this world, I turned into this shape. I enjoyed playing the flute in the original world. There was a small grove where many animals gathered. I want to see that place again. I buried my flute there with some flower seeds. Will you try to find it for me? Ja. Then I will lend you my shuffle. Good luck. Hij geeft ons een schop. You borrow a shovel you can dig in many places. You never know what you will find. Maar zoals ik al eerder wilde zeggen... Zo prachtig. Maar zoals ik al eerder al wilde zeggen. In de Light World hier. In Kakariko Village. Kwamen we een oude man in een bar tegen. Die vertelde over zijn zoon. Die fluit speelt. Die naar het Gouden Land is gegaan. Dit is schijnbaar. Iemand die een fluit speelt. En als we te dichtbij komen. Zien we dat het een illusie is. Dit is die zoon. En die persoon in de duistere wereld, de Dark World, die we net hebben gezien. Ja, is dus die persoon, is dus die zoon van die oude man. Als wij dan, zoals hij net al zei, hij heeft in dit gedeelte, waar dus dieren bij elkaar komen, heeft hij zijn fluit verstopt samen met wat bloemzaadjes. Dus op iedere plek waar hier bloemen staan, zou je dus, is dat een hint om daar te gaan graven. Maar die plek is altijd hier. Oh, ik bedoel hier. Wel de bloemen. En daarmee krijgen wij dan de fluit. Gaan wij terug naar die persoon. Kunnen wij de fluit voor hem spelen? Zoals je ziet, de schop hebben we niet meer. De schop is echt puur en alleen, net zoals de paddenstoel, puur en alleen om een ander item te krijgen. De fluit is wel heel erg belangrijk. Maar ja, nu kunnen we de schop dus niet meer gebruiken. Nu kunnen we dus niet meer graven. Niet dat dat erg belangrijk is, maar ja. Ja, een beetje jammer. Want wie weet wat er nog meer aan schatten hier onder de... grond verstopt zat. Ik weet niet of iemand dat ooit een keer heeft gedaan om alle plekken hier ooit op te graven. Maar goed, als we dan de fluit voor hem spelen. Oh, wacht.
Thank you, Link, but it looks like I can't play my flute anymore. Please take it. Oh, we moesten eerst met hem praten. En dan zegt hij dus dat hij de fluit niet meer kan spelen. If by chance you go to the village I lived in, please give it to a tired old man. You will find there. Well, my mind is getting hazy. Please let me hear the sound of the flute one last time. Dat betekent dus dat hij enigszins aan zijn einde komt. En als we dus zijn laatste wens vervullen, om de toon van zijn fluit nog eenmaal te horen. Verandert hij voor eeuwig in een boom. En zo zal hij verder groeien. Als een boom. Nooit meer te kunnen verplaatsen van deze plek. Nooit meer terug te kunnen keren naar huis. En omdat hij een boom is, niet meer te communiceren met andere personen. Wel, totdat hij uitgroeit in een deco tree en voor de duistere wereld misschien een keer een nieuwe held wordt. Een nieuwe held mag laten opgroeien. Maar goed, dat gedaan te hebben, moeten we weer terug gaan naar de Light World. Want hij had nog een laatste wens om de fluit af te geven aan een vermoeide oude man. En die zien er nou een beetje paars uit. Terwijl ze groen hadden moeten zijn. En zoals ik al eerder zei, die man konden wij vinden in een bar. Een bar. Ergens aan de top in Kakariko Village. En we zijn hem al eerder tegengekomen. Hier, als we dan naar de bar gaan, zien wij de vermoeide oude man zitten. Snor. Hij zegt nu niets meer zoveel, maar als we de fluit voor hem spelen. Mumble, mumble. Oh, this is my son's flute. Did you meet my son? Where is he? Is he alright? Sorry meneer, maar hij is in een boom veranderd. Oh, I see. Well, I can tell what you want to say by the look in your eyes. Dat vind ik zo treurig. Met zo weinig tekst en zo'n kleine evenementjes kan er toch een ontzettend diep verhaal verteld worden. Het is wel misschien kort. Maar would you keep the flute? And will you play its sweet melody for the bird in the village square? I beg of you, please. My son would probably want it this way. But still, I wish I could see him once more. Ja, hij heeft ons dus gevraagd van, hey, toen wij de fluit speelden, of wij zijn zoon ontmoet hebben. Natuurlijk. We zeiden niks, maar hij kon al zien aan het aan ons gezicht, wat het lot van zijn zoon is geworden. Dat hij dus niet meer terug zou komen. En dat vind ik zo'n sterk verhaalelement. En dit is dan ook weer, ja, als je hem dan nog een keer met hem praat, vertelt hij je het volgende gedeelte. En is gewoon, het maakt hem blij als je dingen voor hem doet. Als gewoon met deze hele fluit de laatste wensen van een persoon wiens lot eigenlijk onfortuinlijk is. Zijn laatste wens van deze oude man was om deze muziek nogmaals te spelen. Voor deze windhoos. Deze vogelwindhoos. Thank you.
Wait, what? Huh? Dat is niet wat er moet gebeuren. Wat voor graphics waren dat? Wat voor glitch was dat? Als het nu weer fout gaat, dan heb ik waarschijnlijk een corrupte ROM en want ik heb de SNES Classic Mini opnieuw opgestart. Ik heb een save file gemaakt. Ik ben dus niet van een restore point verder gegaan. Ik heb gewoon echt volledig het systeem opnieuw opgestart. Zodat het opnieuw in moest laden. Hopelijk dat het nu goed gaat. Ja, daar hebben we de vogel. Die moesten we hebben. En gelukkig maar ook, want het is zo'n prachtig verhaal met deze oude man en die jongen, de fluitjongen. En dan eindigen met een graphics glitch, vind ik een beetje jammer. Was wel geinig om te zien. En het is ook wel zoiets van, ja, je hoeft eigenlijk niet dat hele verhaal door te gaan. Je hoeft niet met iedereen te praten. Zodra je de fluit hebt, kun je hierheen gaan, die vogel bevrijden. En met die vogel, zorg er dan ook voor dat je, als je het gebruikt, dat je eigenlijk overal in Hyrule kunt teleporteren. Je kunt gaan waar je wil. Dit is de Death Mountain. Hiermee kom je dan bij de, hoe moet ik het zeggen, een medicijnshop met de syrup, de heks. Hier kom je terug in Kakariko Village. Hier kom je bij Link's huis weer terug aan, waar Link en zijn oom woonden. Hier zit je ergens onder bij het Oostelijk Paleis, waar wij aan het begin van deze video nog die roepies hebben gehaald. Alleen dan in Dark World. Dit is straks een belangrijk punt waar we heen moeten gaan. Maar dat is voor later. Hier komen we dan bij het Woestijnpaleis waar we zo waren begonnen. En hieronder ben je bij Lake Hylia. Maar ik wil gewoon weer terug hierheen. En daarmee, met dat gedaan te hebben, wil ik hier ook deze video beëindigen. We hebben een mooi verhaal. Echt een van de prachtigste onderdelen van Link to the Past. De fluitjongen. Hebben we nu gehad. We hebben gedaan. Wel, Moeraspaleis. We hebben tweede maiden bevrijd. En in de volgende aflevering zullen we naar de derde maiden gaan. Maar, voordat we dat doen, hou ik eerst even een pauze en ga ik ook nog eventjes wat medicijn halen. Vooral magie medicijnen. Dat is belangrijk om dat nu te doen. In ieder geval, ik bedank jullie voor het kijken. En laat me horen wat jullie van dit spel vinden. En wat jullie van deze video vinden. En laat dat in het commentaar hier beneden achter. Ik lees het graag. En daarnaast, bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei! Lang leven de Rewind feature of de Super Nintendo Classic Mini.